Het laatste motorspektakel hier in Hierden op de Hagen. Het is deze zaterdag een beetje een dubbele dag, Willem. Ja, inderdaad. Ja, dat is zeker dubbel. Maar we hebben wel weer heel veel enthousiaste mensen, ondanks het weer. Ja, spelbreker. Ja, of misschien ergens ook wel weer een uitdaging. Ja, we hadden alle jaren, dit is de 20e keer, altijd de hele week regen. En dan was zaterdags mooi weer. En nu is het even andersom. Echt de laatste keer moet het even anders. De 20e editie, het thema is Dakar. Er wordt flink uitgepakt hier. Want wat hier staat, je zei het zelf net al tegen, maar dat kan normaal gesproken niet. Nee, dit is uniek. Ook, ik spreek ook de jongens dan die op de trucks rijden. Die zeggen, nou Willem, hoe krijg je dat voor elkaar? Want normaal, dat doen we nooit. En nu zijn we er toch allemaal. Dus heel goed PR-werk gedaan. Ja. Kun je ze even uitleggen aan de mensen wat hier nou allemaal staat? Nou, inderdaad. Als ik even opzij kijk, zie ik vanuit het grote team van het Rainbow Team. Die zijn hier met een assistentiewagen, de eerste assistentiewagen met de officiële truck. Nou, dat is uniek. Die komt normaal niet op de weg. Dan vervolgens hebben we van Tim en Tom Coronel de buggy staan. Plus een eerste assistentiewagen, dat is ook een wedstrijdwagen. Dan is Jos Smink is er ook met de officiële wagen. Nou ja, dan hebben we ook nog Michael Verkade die op de motors rijdt. Samen met de motor van Peter Stijkel. Dat is in Harderwijk een heel bekend man van de Parijs Dakar. Kijk aan, dat is niet mis. Als we terugkijken naar de deelnemers. Zo net zijn de jongsten die zijn gestart. Ja, ik vind het nogal heftig. Hoe jong is de jongste? Ik kreeg net door dat de jongste 6 jaar was. Maar dat kan alleen in Hierden. Ja. Een heel mooi klein motortje. Dat smoelwerk van dat jong. Van oor tot oor lachen. En daar is het ook voor bedoeld. Daarom is het ook jammer dat het stopt. Maar goed, het zij zo. Maar wel een waardige afsluiter zo. Ja, dit moet een hoogtepunt worden. Wat er ook, dit gaat gewoon helemaal geweldig worden. We houden er nu mee op. Het is de laatste keer. Dus, ja, maar volgend jaar verzinnen we iets anders. Maar dan zullen we zonder motortjes moeten, ja.